Veel succes met de race. Ja, veel succes voor jongens. Dit gaat ja, een pittig race worden. Oeh, slechte start. Hey, yo, hey. Dude. Fuck, ja, maar is goed. Dramatische start. Ik zie dat wat gaan. Oh. Ja, zie dit? Ja. Godverdomme. Ik zei nog, dit komt ja, mijn banden. Die glijden nog all over the fucking place. Godverdomme. Nou, race verkeken. Kutzooi! Cheers, Nick! Zelf ook. Jezus. Het ding gaat gewoon niet meer, joh. Nog lang hoor. Fuck! Release. Twee keer eraf. Godverdomme. Ja, vierde plekken zijn toch nog belangrijke punten, dus ik rij hem wel uit. Het is nog niet over, hè? Nee, maar... Ja, man, ik bedoel meer van, ik ga het niet retiren nu. Wat is dat? Ik word opgehouden in de pits. Wat is dat nu? Ik heb niks gedaan. Dat was waar. Je ging eerder naar binnen. Huh? Ja, je weet, ik ben de host, hè, dus ik bepaal wat er gebeurt in de pitstraat. Ik vind dat jij wel even kon afkoelen.
Ja, echt in niemandsland, man. Oh, geen zin meer, jongen. Be careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. Oké. Laatste kans. Nu is hij binnen. Hoppa. Cheers, Nick! Nou, Cor, stop van dat ene puntje bij de snelste tijd. Ja, zeker weten. Punten tellen, vriend. Ja, heb je extra bandjes gepakt, zeker? Ja, ja, zeker. Het was toch al hopeloos. Ik ga nog even een keertje de punt in, vriend. Oh, het doet me wel erg pijn dat ik hier niet bij sta, man. Godverdomme. Twee crashes in de eerste ronde, man. Fucking hell. Ja, dat was klote. Gefeliciteerd, Alvis. Ja, Alvis, gefeliciteerd, man. Ik heb je ziet die niet. Deze zat eraan te komen. Dit is wel verdiend. Maar Baku raak ik echt niet mee. Dat kan ik echt niet. Dat is echt afschuwelijk, man. Maar ja, je moet gaan voor de punten, hè. Als je niet opkomt daar, heb je sowieso 0 punten. Hangt er vanaf. Maar Baku kan ik echt niet. Dat is, er is zelfs één bocht dat ik zelfs niet kan inschatten of dat ik wel rechtdoor ben of daar niks moet. Ja, maar ja, kijk, ik wil niet opscheppen, jongens. Maar ik rijd wel gewoon 2 seconden sneller, weet je wel. Als ik niet was gecrashed, dan had die hele race heel anders afgelopen. Ik weet niet of jullie dat zien. Succes, boys! Succes, veel plezier! En toe voorzichtig! Hey! Boys! Heel goed zouten, gesmeerd op 3. Ik werd gehit van achteren.
stok geraakt. Even voorbij smashen, pas op. Oh! Oh! Wat doe jij dan? What the fuck is dit? What the fuck? Ah, oh, what the fuck is dit, man? Dat was ik niet, Koos, dat was ik niet. Nee, die computer haperde ineens, man. Safety car. No overtaking. Reduce your pace. Keep your delta number positive as we form up. Check your MFD for a new strategy option. Wat een bullshit is dit, zeg! Fuck deze fucking kut shit! Godverdomme! Wat is er gebeurd, Koos? Ja, die PC-versie heeft af en toe last van een hiccup. En dan blijft hij echt gewoon een seconde stilstaan. Dat deed hij net in de bocht. Ga maar voorsprongen, bedankt Koos. Ja, dude, daar kan ik letterlijk niks aan doen, man. Alf is maar zo tot binnen de finish, geweest. Anders goed. Alf is bijna binnen geweest? Ga je nog wel mee dan? Stay behind the seat. Okay. Kom door, hij blast. Maar tires are getting cold. Safety car is too slow. Oké, laat maar. Jezus Christus. Joh, wat ben ik aan het doen, joh? Lekker deze flow hier. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Waarom rijden we nog steeds achter de safety car? Ja, vraag me ook af. Iedereen is er toch? Nee, iemand gaat weer de pits in. Wie is dat alweer? Ik hoor. Het is een McLaren. Ik hoor. Of Alfist. Ja. Nee, dat was geen lag, Definity. Dat is was een bug in deze PC-versie. Ik kan gewoon gaan finishen onder de safety car, jongens. Ja, het zou fijn zijn. Plus 25. Lekker. Exit now. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Safety car in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature. And remember, there is no overtaking until the first safety car line. Stay in position. Jezus, boys. What the fuck? Fuck. Dat geluid. Dit is stilstaan. Ik kan niet harder. Wat is dit? Wat doe je allemaal?
Ja, ik weet het ook niet, man. Ik kan helemaal niks doen. Het geluid hapert helemaal. Ja, dat hoor ik. Ja. Oké, safety car gaat eruit, hè. Cheers, man. Wat is dit, joh? Oh, dit is automatisch. What the fuck? Maneuver. You made it look easy. Oh, ligt er bij elkaar, man. Fuck ja. Job. That was the fastest lap of the race so far. Heb je banden al gewisseld zeker? Yep. Ja. Nee, coach bedoel ik. Ja. Ja. Tijdens de safety car natuurlijk. Dat is dom, ja. Van mij? Nee, van mij. Oh, ik wou net zeggen. Ben ik nou de enige met harde banden? What the fuck? Oh. Hey, je bent tegen me aan blijkbaar. Jesus. He pushed me off the track! Fair play, that's racing. Keep going.
banden zijn helemaal weg. Dat moet haast wel de derde keer zijn dat je naar binnen gaat, Alvis. The gap behind us is 17.7 seconds. Wow, zie, hij stond het weer. Oh jeetje, dat is slecht. Huh? Nou, ik vind ik even een rondje. Van min 2 tiende naar plus 18 in één bocht. Ah ja, dat is waarschijnlijk. Ja. Ik heb dat de hele tijd bij die eerste bocht, man. En die eerste bocht vind ik zo fucking moeilijk. Ja, vind je wel. Gaat heuvel op. Je gaat oneindig ronddraaien. Zo moeilijk in te schatten. Het enige wat ik echt heel erg moet doen is mijn banden sparen. Omdat ik dus echt zo vroeg al nieuwe banden heb gehad. Ik ben nu heel voorzichtig gaan doen. This is your final lap. Final lap of the race. Pas op, Blastfire. Thanks. There's only one lap of fuel remaining. Een lekkere fucking naar die eerste ronde al, man. Toen ik eraf vloog. Fucking hell. Woe. God damn it. Mag ik jullie vragen? Waarom gingen jullie die banden wisselen? Ik zat zelf te denken van, nou, als die safety car nog één ronde doorgaat, dan ga ik er naar binnen. Maar hij zei al, safety car this lap. Maar ik zag pas veel te laat dat mijn banden eigenlijk best wel slecht waren. Oh, oké. En ik maakte een foutje op het stuur, waardoor ik in één keer harde banden koos. Ik weet niet waarom, maar... Oh, oké. Okay. De beste keuze. Nou, ik had echt zoiets van, nou, ik zeg maar niks. Lul. Oef. Nee, maar goed gewonnen, man. Nou, die inhaalactie, ik vind dat de jury even naar me kijkt, hoor. Wat, die van mij? Jij gooit hem eerst dicht bij mij. Ik doe na de, ik daarna gooi dicht, de overtake ik zit bij jou. Voor je, dan mag ik hem toch dichtgooien, als ik voor je zit. Ja, maar toen zat ik ook voor je, daarna. Ja, daarna ja. Ja, toen gooide ik hem dicht. Ja, in mijn zijkant bedoel je. Nee, wel ervoor, ik zat ervoor. Ja, moet je even terugkijken. Hey, de race director heeft niks gezegd, man. Ja. Die staat uit. Wel iets in de lucht volgens mij. Nee, die staat niet uit. In de regel staan dat hij uitstond. Nee, die staat ja, want dat is het ding, hoor je dat Alvis heeft twee stop-and-go's gekregen. Daarom is hij helemaal eruit. Hey, goed zo, Smash. Ja, uitgereden. Dat is wel de winst. Mooi hoor, mooi. Ja, dat is weird, Alvis. Maar ik zei toch, één ding is een zekerheidje. McLaren staat altijd op het podium. Ja,
Hey, sauber ook, hè? Hey, sauber ook. Rustig. Ja, ik zeg alleen niks. Ja. Het is toch elke keer McLaren met champagne, hoor, jongens. Ja, lekker hoor. En puntje extra. Nee, ik niet. Nee, ik wel. Nee. Daar durfde ik echt niet meer voor te gaan. Ik was heel rustig aan het rijden. Ik had met super langzaam. Medium banden nog. Nou, dat was het ding. Kijk, ik had dus al vroeg mijn banden gewisseld. Dus mijn banden van de laatste ronde waren helemaal weg, joh. Ja, die van mij ook. Dus ik was zo rustig aan het rijden. Geen curbs pakken, weet je wel. Niet over die apex heen rammen. Die uiteindelijk gewoon recht aanremmen. Ah, kijk, Alves is wel gefinished, dus dan heeft hij nog steeds punten voor de zesde plek. Oh, mijn balen, man. Heel weird, want ik begrijp ook niet. Want Alves, wij hadden een kleine touché op een gegeven moment. Heb je daardoor een stop-and-go gekregen? Ik heb echt geen idee hoe dit is gebeurd namelijk. In fucking sane. En ik denk dat we kunnen stellen dat we met deze stream over de 300.000 views zijn gegaan, jongens. Hey. Fucking gruwelijk. Echt super, super, super nice. Nou, dat was hem. Een heet avondje racen. What the fucking hell, jongen. De eerste ronde, ik vloog er weer af, hè. Maar dat was... Ik was fucking goed weg, jongen. Nee, ik was de inhaalmanoeuvre aan het inzetten bij Alvis. En die PC-versie, die hapert af en toe ineens. Dat die 5 frames hapert of zo. Dan staat het scherm letterlijk een seconde stil. En dat gebeurde precies in die bocht. Nou, ik werd helemaal lijp, man. Goed. Ik dacht heerlijk, jongen, die eerste ronde. Ik denk, oh, de Sinti zat een beetje achter me. En ja, de rest was allemaal weg. Ik denk, oh, chill. Lekker uitrijden. Ja, dus, hoor, safety car. Maar wacht even. Dus, besef wel. Ik spin eraf. Door een hapering in mijn computer. Door mij komt er een safety car. Ja. Dankzij de safety car win ik. Dat ja. Dus eigenlijk is het gewoon een Illuminati confirmed. Ja. Ik wil het niet zeggen, maar het is wel mijn PC en mijn stream. Ja. Maar heb je dat alleen op je eigen PC dan? Of is dat in-game? Dat is gewoon de game. Ik lees online heel veel mensen last van die stuttering hebben. Maar mensen die aan het streamen zijn dan, of wat? Want ik heb er geen last van, geloof ik. Nee. Gewoon mensen die de game überhaupt spelen. Hm. Kijk hier. Volgens mij heeft Zoutig Bad even nu de clip gepost. Even kijken, hoor. Ga eens kijken. Ja. Dan staat het scherm dus echt een seconde stil of zo. Nou, dude, dan word je echt helemaal lijp, man. En daardoor vloog ik er ook af. Oh ja, joh. Ja, maar precies ook bij die bocht, hè? Ja, precies bij die bocht, ja. Fucking, maar dit heb ik wel vaker in de game, hoor. Maar heel veel mensen hebben dat. Door die spin is die safety car. Ik denk het. Ik had niks eraf gereden of wat dan ook. Nee, maar je rijdt ook gewoon nog. Ja, en ik had ook niks eraf gereden. Dus ik weet niet wat nou fraude. Precies die safety car heeft getriggerd. Je hebt een knopje zit op de stuur van je en doe je safety car aan. Ja, ik denk dat het matchfixing is. Ja, ik denk het ook. Ik kan het niet bewijzen, maar ik heb wel een vermoeden. We mogen wel naar de politie, maar... Oh, ik ben super blij dat jij dat ook bent, Sammy. Hi boys, ik ga er even mee kappen. Het was weer ontzettend gezellig. Nou, de komende 2 weken ben ik er niet. Dus dan kunnen we helaas geen race rijden. Gelukkig hebben we al die van China. Komt die na China? Komt die een week daarna of 2 weken daarna? Weet iemand dat? 2 weken volgens mij. Oh, dat zou echt... Dat zou gunstig zijn. Dan hoeven we geen enkele race te missen namelijk. Echt een rotcircuit. Welke Baku? Ja, verschrikkelijk. Ja, deze rotter, hoor. Daar gaan echt, echt Baku, tranen vallen, man. Die zijn verschrikkelijk. Monaco, ja, die kan ik niet uitrijden. Kunnen sturen. Competitief. Oké, nou dat zullen we wel zien. Maar ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar echt Monaco, als ik die echt competitief rij, kan ik die niet uitrijden, man. Dan maak ik altijd wel een foutje. Ja. Cheers, je gaat er altijd wel een keer naast. Daarom. Dus eigenlijk misschien wat je het beste kan doen. Dan ben je altijd in het midden blijven rijden. Ik wou zeggen, denk wat je het beste kan doen is gewoon heel rustig rijden. Gewoon lekker in z'n 2, alles pakken zo. En als iedereen eruit knikkert, win je altijd. Daarom. Right. Boys, ik ga er vandoor. Was super gezellig. En kijk, Definity even met 18 maanden sub. Dankjewel voor je sub, Definity.
Maar ik ben, ik wou zeggen, ik ben misschien straks nog even terug met een ander gamepie. Maar niet met racen. Ja, dankjewel, Divinity. Dus mensen, bedankt voor het kijken. En ik ga deze hele toko hier weer even ombouwen. En dan zie ik jullie straks. Of niet? Ik moet even kijken. Denk het wel. Later. Tot later. Hey, mazzel.